Voordat we naar het ouderlijk huis van Suhirman Padmo op Bakkie gaan, nemen we in deze aflevering eerst een kijkje op plantage Frederiksdorp. Want Suhirman heeft hier ook iets mee. We lopen met hem en zijn vrouw Harriet Mingun het plantagepad op. We zijn hier al eerder geweest, maar zien de plantage nu door de ogen van deze twee mensen die in deze omgeving zijn opgegroeid. De opa van Suhirman, eigenlijk de oom van Suhirmans grootmoeder, was van 1943 tot 1969 eigenaar van deze plantage. Vroeger ook de directeurswoning van de plantage-eigenaar. In de grote vakantie logeerde de jonge Suhirman met zijn broer Sundirman, Mike, bij opa Kassit. Kassit Wongso Suparto. Ze kwamen dan met de rivierboot de Tapuripa vanuit Bakkie hier naartoe. We speelden als kleine kinderen heel vaak met mijn neefjes en neven. Altijd onder het huis. En het leek vroeger heel veel groter en ook de trap. We gaan naar binnen in de directeurswoning waar de jonge Suhirman dus logeerde. Hij vond vooral de nachten eng. Er hing een antieke klok in deze grote kamer en hij sliep zelf met zijn broer in de kamer hierboven. En dan is het stil in huis en dan hoor je plotseling de klok. En dan gaat hij 12 keer s'nachts over. Nou, dan deed het lijkt op het eeuwen duurde voordat het afgelopen was. Vooral om 12 uur s'nachts, ja. Dong, dong, heel langzaam. Dus ja, dong, en dan 12 keer. Dong. We hadden vroeger geen toiletten. En als we naar de toilet moeten, moeten we bij de rivier. Daar was een soort toilet, direct boven op het water. En ook de badkamer en de douche waren vroeger buiten. Dat is nu natuurlijk anders. In deze in de oude stijl gerestaureerde directeurswoning zijn de toiletten en de badkamers gewoon binnen. Harriet Mingun herinnert zich nog wat Suhirman haar eerder vertelde. Hij vertelde ook wel dat die opa en oma heel erg streng waren. En we stonden vaak ook voor het raam. Weet je waarom? We woonden toen in Bakkie. En ja, we gingen zelden of bijna nooit naar de overkant tot mijn 8e jaar. En langs aan de overkant heb je de straat en dan zag je, zijn er af en toe auto's die rondrijden aan de overkant. Maar kon je die auto's dan zo goed zien? Ja, je kan zien daar. En dan gingen we tellen hoeveel hij in een uur hoeveel auto's zien langsrijden. Nou, voor ons was het toch een bijzonderheid. Auto's, we hebben nooit eerder in een auto gezeten in die tijd. Ook het voorbijvaren van bauxietboten naar Mungo was een bezienswaardigheid. Soms gingen die boten hier voor anker. En dat was voor de jongens ook een feest. Harriet komt als nakomeling van Javaanse contractarbeiders ook uit het district Kommerwijnen. Wat ik me ook kan herinneren, want ik woon aan de overkant op Leliendaal en daar hebben we dus ook een brug om naar de rivier te kijken. Ik herinnerde me ook de rivierboot die elke dag langskwam met mensen en met producten. Dus er was veel meer bedrijvigheid dan nu. Wat niet veranderd is, is de ijzeren watertank. Of eigenlijk twee watertanken. Meer dan 100 jaar moeten ze zijn. Je kan ze nog zien door het screen, het muggengaas. Buiten het gebouw. Die twee, sinds vroeger, in de jaren 50 ook al aan beide kanten. Dus echt niet verplaatst. Geen millimeter. De stad nog steeds daar. Ik weet niet of het nog gebruikt is. Oh ja, toch wel. Ja. Eén links van het gebouw en de ander aan de rechterkant. Ja, hier is de droger rij, althans platform voor het drogen van de rijst. Vroeger werden ook hier koffie en cacao gedroogd. Het is eigenlijk, als ik mij niet vergis, 2 tot 3 keer groter geweest. Hè? En bij de pelmolen doet Suhirman een ontdekking. Hij kijkt of hij het jaartal op de oude pelmolen nog kan ontwaren. En veegt met zijn vinger het roest eraf. Mei 22, 1888. Wow. Kort na de afschaffing van de slavernij. Ja. Vlak voor de contract.
Ja, ja. 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 Dat betekent dus dat ze al heel lang rijst hebben geplant. Want anders, Harriet heeft ontwikkelingssociologie gestudeerd en Suhirman antropologie. Ze hebben sowieso grote belangstelling voor de geschiedenis van Suriname. En in het bijzonder voor de mensen van Kommerwijnen. Met verbazing kijken ze naar het jaartal op de pijlmolen. 1888, welke conclusie trekt Suhirman hieruit? Nou, dat ze al veel eerder rijst hebben geplant hier. Althans op Rijnsdorp. Voordat de Javanen kwamen. Voordat de Javanen kwamen dan. De Javanen kwamen pas in 1890. Dus zelfs 2 jaar voordat de Javanen kwamen. En ja. ik heb niet ergens kunnen lezen dat er ook Hindoestaanse contractarbeiders hier hebben gewerkt. Dus met andere woorden, net na de afslaffing van de slavernij, hadden misschien de ex-slaven hier ook aan de reis gepland, ik weet niet. Deze pijlmachine is kennelijk gemaakt in 1888, maar misschien veel later geïmporteerd hier in Suriname, zegt Suhirman. Dat is wel interessant om zoiets te onderzoeken, zodat je weet hoe het was precies vroeger, vooral op deze plantage. Nou, ze zien maar, het maakt wel veel los. Hoe dan ook, genoeg materiaal voor nader onderzoek. We zijn nu op Frederiksdorp geweest, waar in zekere zin je roots liggen. Je opa was hier directeur. Ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar Bakkie. En vanaf Frederiksdorp nemen we de boot. De Kommerwijnrivier op. In de volgende aflevering gaan we dan eindelijk naar het ouderlijk huis van Suhirman Patmo op plantage Bakkie.